bij deze nieuwe video. Welkom bij aflevering 2 van Ruim Op met Saar. Dit is dus een serie die ik heb op mijn kanaal waarin ik allemaal ga opruimen. De video hiervoor heb ik mijn make-up opgeruimd en de video van vandaag gaat gericht zijn op mijn oogschaduwpaletten, want die heb ik apart gedaan omdat ik die zoveel heb en anders werd die andere video echt veel te lang. En er komt nog een heleboel meer aan en elke maandag plaats ik een video van deze serie. Ik heb hier achter mij een heleboel oogschaduwpaletten. Ik heb ze opgedeeld in duur en goedkoop. En ik wil letterlijk maar 20 paletjes per categorie hebben. Dus 20 dure paletjes en 20 betaalbare en niks meer. Je zou denken van Sarah, 20 is nog best wel veel. Maar je moet er wel rekening mee houden dat make-up is mijn werk. Dus het is nog wel de bedoeling dat ik nog wat paletjes hou. Maar vergeleken met wat ik heb is 20 niet zoveel. Dus ik ga echt super duper streng zijn en alles wegdoen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je dit nieuw leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze aflevering. Oké mensen, dit is dan de kast waar al mijn oogschaduw in ligt. In de la hier zijn alle dure oogschaduwpaletten. En de la hier zijn alle goedkope. En de rest kunnen we gewoon allemaal negeren, want daar zit geen oogschaduw in. En hier heb ik ook nog wat paletjes. Dus die gaan we ook even bekijken. Ik ga heel even beginnen met de paletjes hier. Dit zijn losse oogschaduwen, dus die doen we niet mee. En dit zijn een aantal losse paletjes. En ze zijn allemaal duur. En dit zijn gewoon paletjes. Ik vond ze gewoon mooi. Dit is het paletje van Tati Beauty. Die hou ik 100%. Want deze is echt geweldig. Ik heb hier een paletje van Huda Beauty. Ik denk dat ik die ga wegdoen, jongens. Ja, deze doe ik weg, want ik gebruik hem nooit. Hier nog een paletje van Huda Beauty. Dit is echt een top paletje. En deze heb ik net nieuw, dus deze hou ik. En obvious, het meest dure paletje in mijn collectie van Pat McGrath hou ik ook. Dit paletje was €120. Dus die gaat in mijn lange zoals leven niet weg. Dus ik heb al hier 3 dure paletjes die ik dan wil houden. Oké, jongens, dit is dan mijn la met al mijn dure paletjes. Deze la is zo vol dat die gewoon hier is ingezakt. Ik weet niet of je het kunt zien op beeld. Kijk, zie je hier dit gat hier? Hier is gewoon een gat. Hij is gewoon helemaal ingezakt. Dus deze la is echt veel te zwaar. Dus we gaan heel veel weghalen. En ik mag er maar 20 houden. Oh my god, dit wordt zo moeilijk. Ik zie hier al wel gelijk een paletje die ik absoluut niet wegdoe. Als je mij volgt, heb je dit paletje nu echt al heel vaak gezien. Deze heb ik heel vaak gebruikt. Dit is echt het herfstpaletje van dit jaar. Dus deze hou ik. Is ook heel goed. Ik heb hier een paletje ook van Morphe. Deze is echt heel erg goed. Alleen ik gebruik hem niet echt meer, want hij is niet meer te koop. Dus deze doe ik weg. Dit paletje van Nikki. Ik gebruik hem niet echt. Maar ik vind hem wel leuk. Ik denk dat ik hem nog eventjes hou. En ik heb echt een heleboel paletjes van Juvia's Place. Ik denk dat er hier ook wel echt heel veel weg kan. Dit zijn alle paletjes die ik heb van hun. Ik ga ze even gewoon heel snel af. Dit is een heel mooi bruin paletje. Deze hou ik. Hier nog een paletje. Deze gebruik ik niet echt. Doe ik weg. Hier nog eentje. Gebruik ik ook niet echt. Deze is ook echt heel erg mooi. Twijfels, twijfels. Nee, ik denk toch dat ik hem weg doe. Nog een paletje. Deze doe ik ook weg. Gebruik ik ook niet. Oh, dit paletje hou ik. Echt ideaal voor de herfst. Nog een paletje. Deze is ietsje groter. Maar ik denk dat ik hem weg doe. Niet echt heel spectaculair. Deze hou ik echt. Wahala 2. Deze is echt wowie. Kijk even. Dit is ook een aantal pressed glitters. Deze hou ik zeker. En de 2 oudste paletjes. Dit waren mijn eerste 2 paletjes van hun. Allebei heel erg mooi. Kijk deze kleurtjes. Maar ik gebruik ze allebei niet echt meer. Dus ik doe ze gewoon weg. Hier een samenwerking paletje van Avani. Ik denk dat ik hem gewoon ga wegdoen, jongens. Ja, die gaat weg. Wild West paletje van Urban Decay. Ik denk dat ik deze nog wel wil houden. Oh, hier is nog een paletje van Juvia's Place. Deze doe ik ook weg. Hier een paletje van Be Creative Makeup. Doe ik ook weg. Hier een heel mooi paletje van MAC. Deze heb ik nog niet zo heel lang. Zijn een beetje pastelkleuren. Ideaal voor met de lente en zo. Ik denk dat ik deze nog wel even hou. Dit paletje hou ik sowieso. Mijn James Charles paletje. Deze gebruik ik zo vaak. Heeft echt elke kleur ever. En dit paletje is ook de reden dat ik heel veel kleurrijke paletjes wegdoe. Omdat dit paletje echt alles al heeft. Dus deze hou ik zeker. Hier is een paletje van Sharp. Deze vind ik heel mooi. Alleen ik had gezien dat hij niet meer er is online. Dus ik doe hem weg.
Twee paletjes van make-up. Studio gebruik ik allebei niet meer. Doe ik weg. Paletje van de MAC Cruella gebruik ik ook niet echt meer. Doe ik ook weg. Dit paletje is echt prachtig. Van Morphe van de Cola collectie. Ik denk dat ik deze nog wel wil houden. Dit paletje is super mooi. Van Nabla. Ik denk dat ik die ook nog wil houden. Want hij is ook een beetje cool tone. En ik heb niet echt heel veel van dit soort paletjes. Dit paletje van Queen Tarsie is echt amazing. Was echt heel lang mijn go-to paletje voor everyday looks. Hou ik ook. Ik weet niet hoeveel ik er nou heb gehouden. Maar straks bekijk ik dat wel. Hier nog een paletje van hun. Deze vind ik ook heel mooi. Ik denk dat ik die ook hou. Deze echt heel vaak gebruikt. Kijk hoe vies die is. Paletje van Morphe. Laten we kijken. Nee, ik denk dat ik deze weg doe. Hier nog een paletje van hun. Is ook niet meer te koop. Dus deze doe ik ook weg. Hier een heel mooi paletje van Laura Lee. Een Nudie Patootie. Deze is echt super mooi. Deze hou ik. Paletje van OJ. Die doe ik weg. Heel lang niet gebruikt. Ik heb hier ook twee mini paletjes van Be Creative Makeup. En een groter paletje van hun doe ik allebei weg. Nog een paletje van Makeup Studio. Deze is blauw. Ik heb niet heel veel blauwe paletjes. Ik denk dat ik deze nog wel goed erin hou. Hier het beste paletje van Urban Decay. Born to Run. Echt by far het beste paletje van hun. Die hou ik. Hier Rock paletje van Messauda. Deze is wel echt heel erg mooi. Maar ik gebruik hem niet echt. Dus ik doe hem gewoon weg. Hier twee paletjes. Letjes van Anastasia. Allebei heel erg mooi. Deze echt heel vaak gebruikt. Kijk even dit. En hier het andere. Deze ook heel vaak gebruikt. Deze hou ik allebei. Paletje van Sigma. Deze doe ik denk weg. Hier een paletje van URG. Gebruik ik ook niet echt. En een groen paletje van Makeup Studio. Laat kijken. Nee, die doe ik ook weg. Groen heb ik echt genoeg. Hier nog een klein paletje van Be Creative Makeup. Deze gebruik ik allemaal niet echt. Dus die doe ik weg. En hier een paletje van Huda Beauty Smoky Obsessions. Die is wel vaak gebruikt, maar al heel oud. Dus die doe ik ook weg. Urban Decay Honey Palette. Dit had ik gehad als een cadeau. Dus deze wil ik wel houden. Ik heb hier het NYX Ultimate Utopia paletje. Deze wil ik ook houden. Dit was ook echt mijn herfstpaletje van afgelopen jaar. Hier de Sweet Oasis palette van Morphe. Deze ook heel mooi. Deze hou ik. Urban Decay Heat. Ja, deze kleurtjes. Ik weet het niet, jongens. Ik denk dat we hem wel gewoon houden. Oh, dit paletje is echt helemaal niks. Van Florence bij Mills. Ik weet niet eens waarom die nog hier is. Dus die doe ik weg. Hier is een paletje van Pixie. Doe ik weg. Deze doe ik ook weg. Want deze gebruik ik ook niet echt meer. En dit paletje van Huda Beauty doe ik ook weg. Is ook al wel oud. En hier heb ik de Teddy Bear palet van Too Faced. Maar ik denk dat ik die wel hou. Ik wil hem ook wat vaker gaan gebruiken. Oké, jongens. Laten we even gaan optellen wat ik nou heb gehouden. En ik hoop dat we onder de 20 zijn. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jongens, 5 paletjes moeten weg. Ik ga het gewoon echt doen hoor. Ik ga me echt houden aan die 20. Ik doe dit paletje weg van Nikki. Ik vond hem wel heel fijn, maar ik gebruik hem toch niet zo vaak. Ik doe denk ik ook de Sweet Oasis palette weg. Dit is zo moeilijk. Even denken. Ik denk dat ik dit NYX paletje ga wegdoen. Hoe geweldig ik hem ook vind. Hij lijkt heel veel op dit andere paletje. En ja, dan heeft het niet echt nut om ze allebei te houden. Dus NYX, ik ga afscheid van je nemen. I love you. Ik denk dat ik Urban Decay Heat ook ga wegdoen. Omdat ik hem niet echt gebruik. Oké, jongens. Ik moet er nog eentje wegdoen. En dan heb ik er nog 20 over. Dan denk ik toch dat ik dit paletje ga wegdoen van Makeup Studio. Nou mensen, dit zijn dan alle paletjes die ik hou. Dit ziet er een stuk beter uit. En dan zijn hier nog de rest van de paletjes. Oké, nou gaan we beginnen aan de betaalbare paletjes. Dat zijn er echt een hoop. Oké, nou dit is dan de troepla met alle betaalbare paletjes. Dit zijn er echt veel meer. En ook hier wil ik er echt maar 20 houden. Dus een heleboel gaat weg. Dit is al gelijk een paletje die ik zie die ik hou van de DC collectie van Revolution. Deze heb ik net nieuw. Deze hou ik. Elk paletje. Paletje die ik heb van Colourpop doe ik weg. Want ze zijn hier gewoon niet te koop. En al deze mini paletjes doe ik ook gewoon allemaal weg. Ik heb een heleboel van dit soort mini paletjes. Ik denk dat ik ze gewoon echt letterlijk allemaal weg ga doen. Alles wat ik echt gewoon lang niet heb gebruikt doe ik weg. Dit paletje van Friends gebruik ik ook niet echt. Doe ik weg. Deze vind ik niet eens goed. Dit paletje doe ik ook weg. Deze van Root Cosmetics.
Ik denk dat ik die wel wil houden. Dit zijn hele felle kleurtjes. Deze hou ik. W7 Socialite. Deze is wel echt heel mooi. Ik denk dat ik deze wel hou. Hier een klein paletje van H&M. Deze ga ik houden, want dit zijn allemaal cool tone kleuren en die heb ik niet veel. W7 paletje. Dit is een dupe van het Huda Beauty paletje die ik al heb. Dus deze doe ik weg. Hier een paletje van Revolution. Die is er volgens mij niet meer. Doe ik weg. En hier een paletje van Wet n Wild. Is er ook niet meer. Doe ik ook weg. Dit paletje van Revolution. Die is op zich wel echt heel fijn, maar deze is ook al wel oud. Dus deze doe ik ook weg. Oké, dit paletje is net nieuw. Super mooi van Kiko. Maar de kwaliteit is niet echt geweldig. Dus doe hem weg. Paletje van NYX. Van de Valentine collectie doe ik weg. Dit paletje van Sove doe ik ook weg. Deze heb ik echt heel, heel vaak gebruikt. En ik heb hem al jaren. Maar ze heeft nou onderhand al een andere collectie. Dus deze hoeft niet meer. Hier een heel klein paletje van Noosh. Die doe ik ook weg. Gebruik ik niet. Paletjes van de Action. Dit zijn dus allemaal van die dupes. Maar ik heb de dure paletjes al. Dus ik hoef ze eigenlijk niet echt. Anders heb ik allemaal identieke paletjes. Dus deze, alle drie van de Action, doe ik weg. Deze van NYX is echt heel goed. Deze hou ik. Dit paletje van Chic Glam is echt heel goedkoop en echt heel fijn. Dus deze wil ik ook houden. Hier een paletje van Brad. Deze ziet er super leuk uit. Ik wil hem niet per se houden om de inhoud. Maar gewoon omdat het is Brad. Meer als een collector's piece. Maar ja, ik weet nu al dat ik hem niet echt ga gebruiken. Dus ja, ik denk dat ik hem gewoon weg doe. Hier nog een heel goed paletje van de Pebbles collectie. Ik denk dat ik deze hou. Ik vond hem best wel goed. Hier is een paletje van Sleek. Deze hou ik ook. Nog een paletje van Chic Glam. Deze gebruik ik echt nooit. Deze doe ik weg. Dit zijn allemaal mini paletjes van de W7. Doe ik allemaal weg. Gebruik ik niet. Al deze kleine paletjes doe ik echt allemaal weg. Deze ook. Dit paletje van Catrice is echt prachtig. Maar volgens mij ook niet meer te koop. Dus ik doe hem weg. Hier is nog zo'n paletje van de Action. Gebruik ik niet. Dit paletje hou ik wel. Dit paletje heb ik nog net gebruikt. Ik vind hem echt geweldig. Deze hou ik. Dit paletje van Catrice is ook echt heel mooi. Maar gebruik ik niet echt, doe ik weg. Dit paletje is niet eens zo goed. Dus dit doe ik ook weg. Dit paletje van Elf gaat ook weg. Gebruik ik nooit. Catrice paletje gebruik ik ook nooit. Rides Matte paletje van Beauty Bay is echt heel goed. Maar ik heb nou al wel een aantal van dit soort kleuren gehouden. Dus deze doe ik weg. Nog meer mini paletjes gaan allemaal weg. Hier is nog een paletje van de Sarah. Ik denk dat ik deze ook weg doe. Ik had die meegebracht op vakantie en alles. Maar ik heb er wel weer genoeg van. Dus deze kan ook weg. Hier een paletje van Revolution met pressed glitters. Deze drie gebruik ik echt nooit. Dit zijn alle drie pressed glitters paletjes. Die doe ik allemaal weg. Dit is een heel groot cool tone paletje van BH Cosmetics. Ik heb niet heel veel van dit soort paletjes. Dus ik denk dat ik hem wel wil houden. Hier dit rood paletje van LA Girl is echt heel erg goed. Dus deze wil ik houden. Hier een heel klein paletje van Planet Revolution. Deze doe ik denk ik ook weg. Want het heeft ook van die felle kleuren. En die heb ik nou echt al genoeg. Even kijken, nog twee Milani paletjes. Zijn heel mooi, maar ik heb ze echt al jaren. Dus deze doe ik weg. Dit paletje is niet zo goed. Dus ik weet niet waarom die überhaupt nog hier is. En als laatste dit Glow paletje. Is wel echt heel erg mooi. Maar ik gebruik hem nooit, dus doe ik weg. Nou, dit ging op zich makkelijker dan dat dacht. Nou mensen, dit zijn dan alle betaalbare paletjes die nog over zijn. En het zijn er geen eens 20. Het zijn er slechts 11. Dit ging echt best wel goed. En dit is dus het enige wat ik overhoud. Dit is dus de betaalbare. En hier is alles duur. Nou, dit ziet er allemaal een stuk beter uit nu. En dit zijn dan alle paletjes die ik weg heb gedaan. Deze gaan allemaal weg. Hier ga ik weer iemand happy meemaken. Het is echt een boel. Nou mensen, dit was het dan. Ik heb dus al mijn oogschaduwpaletten opgeruimd. Een hoop gaat weg. Dit is zo satisfying. I love it. Ik heb echt niet zoveel paletjes nodig. Ondanks dat make-up mijn baan is, heb ik alsnog niet zoveel nodig. En ik vind het gewoon heel zonde als ik het allemaal gewoon hou. Dus ja, ik ga iemand hier weer happy mee maken. En ik hoop dat jullie weer hebben genoten van aflevering 2. En stay tuned voor aflevering 3. Die komt weer volgende week maandag om 12 uur. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!